ga vliegen! Hallo, goedemorgen! Het is vandaag dinsdag. Hey joh. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik ga vliegen, werken. Dus, maar daar later meer over. Wij gaan even ontbijten. Nou, ik ben weer even naar de Lidl geweest. Ik ga niet zo vaak naar Lidl, maar eigenlijk vind ik het toch best wel een oké winkel. Maar er zijn toch al een paar dingen waardoor ik eigenlijk liever niet heen ga. Want ze hebben gewoon een aantal dingen die ik echt dagelijks gebruik. Zoals amandelmelk en dat soort dingen hebben ze niet. En nogal wat andere dingen. Ik gebruik heel veel halal producten. Dat vind ik echt ideaal van de Albert Heijn en de Jumbo dat ze dat hebben. Dus dat zijn wel de dingetjes die ik mis in deze winkel. Maar de groente en fruit en zo vind ik wel allemaal best wel oké. Dus ik heb nu even lekker hier boodschappen gedaan. Heel fanatiek met mijn zonnebril op, maar het regent echt best. Dus die kan weer af. En nou, ga ik even boodschapjes thuis brengen. Trouwens wel, wat ik ook echt een nadeel vind van de Lidl is dat je al je boodschappen gewoon zo allemaal in je kar moet doen. En ja, dan sta je zeg maar een soort van te zweten met al je boodschappen die daar heel snel ingerold moeten worden. En dan reken je af en dan kijkt de cashier ook nog echt zo. Wat doe ik hier? Ik wil weg hier. Dan denk ik ja, op zich het is natuurlijk top hoor dat je werkt. Maar ja, je hebt alleen maar jezelf ermee als je zo negatief bent in je werk, weet je. Je kan het gewoon zoveel leuker maken door gewoon wel even een goede dag terug te zeggen of zo. Maar goed, let's go, the rest of the day. Wat is het raar weer zeg, dan is het weer echt aan het regenen. Nou, schijnt de zon weer. Net als het aan het regenen. Ja, vet fase. Dus het is nu wel lekker weer. Oké, okay, we gaan even gebalanceerd ontbijten. Een chocoladebroodje. Met een hele zonshake. Want ik heb nog spinazie en ananas. Bananen. En chocorans. Wel een beetje zuur, laten we eerlijk wezen. Maar pas bij jou. Zuur is gezond. Heb je er zin in? Even een schoonlijk bezoekje. Ik heb ook zin in. Heb je er ook zin in, schat? Nou, dan zijn we weer in een hele andere look. Jezus, die lipshift is wel heel fel. Nou ja, als ik daar aangekomen ben, is hij wel een beetje weggetrokken, denk ik. Anyway, ik ga vliegen! Zit ik dan weer in de auto op het parkeerterrein. Oh, lekker naar huis. Heerlijk. Het is nu 2:15. Dus ik ga echt opschieten. Want ik wil morgenochtend gewoon weer sporten. En Yoda naar school brengen en alles. Dus dat gaat waarschijnlijk wel even zwaar worden. Aangezien ik wel eens pas rond 2:30 denk ik in bed lig. Maar goed, ik kwam in de bus nog allemaal mensen tegen van vroeger. Toen het net begon met vliegen. En daar hadden we toen echt een keer een hele leuke stop mee. Waar ik nog allemaal dingen van wist. En hun ook. En dat is super leuk als je die mensen dan weer tegenkomt na zoveel jaar. Dat is wel echt heel erg leuk van dit werk. Dat je soms echt een band opbouwt met mensen. En ze dan volgens vet lang niet ziet. En dan zie je ze eindelijk weer. En dan heb je meteen weer die connectie van die grappige dingen die je toen samen hebt meegemaakt. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Geeft een mooie afsluiting van deze dag en deze vlucht. Dat ik weer heel erg blij ben dat ik lekker ben gaan vliegen vandaag. Lekker onder de mensen. Net nog een hele leuke vrouw leren kennen aan boord. Die in Cyprus woont. Echt super lief. Ik kreeg zelfs de e-mailadres en de telefoonnummer en alles. Voor als ik nog een keertje daar was. Super grappig. Dus ja, ik ben heel erg blij met deze dag. En nu snel naar huisje naar mijn mannetje. Oh, en niet vergeten, morgen weer een nieuwe vlog. Vergeet je niet te abonneren of morgen weer te kijken. Dank je. Doei.